Goeiedag, leuk dat u weer kijkt. Ja, voor de echte Heemskerkers, die hebben het natuurlijk al lang gezien. We zitten vandaag in het Steenstrapark en we gaan een rondje lopen en kijken wat voor moois we hier tegenkomen. Ik zou zeggen, kijk gezellig mee. Nou, we zijn nog geen 2 meter vandaan bij waar ik net stond en toen viel mijn oog op dit prachtige exemplaar. Paddenstoel, dat ziet u natuurlijk allemaal direct. Ik zal even een beetje het gras erbij vandaan halen. De familie van de boleten. En om precies te zijn, even kijken, een netstelige heksenboleet. Ik vraag altijd tijdens mijn excursies, wat is nu een paddenstoel? Ja, en heel veel mensen zeggen toch nog steeds, dat is een schimmel. In wezen is dat ook wel een beetje zo. Maar je kan het beste vergelijken met zoals een appel staat tot de appelboom, staat een paddenstoel tot de schimmel. Dus de paddenstoel is niets meer en niets minder dan de vruchtlichaam van de schimmel die hier in de bodem zit. En dat is wel een hele mooie hoor. Kan natuurlijk best een vraag ontstaan van, joh, het is midden in de zomer en hebben we dan nu al een paddenstoel? Maar er zijn 2 dingen heel belangrijk voor een paddenstoel. Dat is de warmte en vocht. Nou, beide zijn nu volop aanwezig. Dus ja, zo'n paddenstoel denkt dan ook van, ik ga lekker groeien. Gelijk heeft hij. En moet je eens kijken wat een beauty het is. Kijk eens, de witte schermbloemen. Waar komen we ze niet tegen? Eigenlijk overal langs de wegen en paden. En nou moet u niet schrikken, dit is berenklauw. Dan heb je 2 soorten van. De gewone, daar sta ik nu bij, dus die kan ik ook vastpakken. En de reuzenberenklauw. Nou, de reuzenberenklauw, daar blijf ik ook met mijn handen vanaf. De reuzenberenklauw die heeft namelijk een stofje bij zich. Dat haalt ons automatische bescherming tegen het zonlicht uit de huid. En daar krijg je van die enorme blaren, kun je daarvan krijgen. Als je daar allergisch voor bent, moet je met een grote boog om die grote berenklauw of reuzenberenklauw heen lopen. Deze valt op zich wel mee. Prikt niet, bijt niet, heeft dat stofje niet. En ja, het is een hele geschikte plant voor bijvoorbeeld allerlei soorten bloemvliegen die je erop ziet. Het kevertje, daar kom ik zo nog even op terug. Ja, en nu zit ik eraan te rommelen. Dus nu zijn de zweefvliegen weg, maar op andere zie ik ze nog wel vliegen. Dus een hele geschikte plant voor heel veel soorten zweefvliegen. Maar even terug naar het kevertje. Want ik zit eraan te rommelen, zeg ik. En de zweefvliegen, alles gaat weg. Behalve dat kevertje, die blijft zitten. En zoals we allemaal wel eens gezien hebben, als ik hem hier zo een beetje naar voren haal. Dat zijn kortschildweekkevers, ook wel soldaatjes genoemd. En die kunnen gewoon, dankzij hun afweermechanisme, want op het moment dat er gevaar dreigt, gaan ze een vies stofje gaan ze spuiten. En ja, en daar blijven de vogels en andere insecten blijven daar wel vanaf. Dus zo kan het zijn dat die beestjes, ja, dat je ineens allemaal van die rode kevertjes op die bloemen ziet. Slim trucje. Ja, het is echt ontzettend mooi hier. Mooi zonnetje erbij. Oh, kijk hier. De grote klit. Prachtige plant. Je houdt ervan of je houdt er helemaal niet van. Maar het is wel een hele bijzondere plant. En in 1941 liep een meneer in Zwitserland door de bergen. En die kwam thuis. En die had al die haakjes die je hier ziet zitten in zijn kleding. En zijn hond zat eronder. Nou, komt er waarschijnlijk wel bekend voor. En die meneer is na gaan denken van, goh, wat zou ik hiermee kunnen? Want het blijft wel perfect haken. Kijk, als ik deze eraf haal en ik druk hem hierop. Zelfs die gladde stof. Kijk, dan blijft hij gewoon haken hierop. Zo, voilà. Doe ik verder helemaal niks. En in de jaren 50 heeft die meneer dankzij deze plant het welbekende klittenband uitgevonden. En dat is gebaseerd op al die kleine haakjes die hij vond, naar aanleiding van zijn onderzoek, dat hij dat spul op zijn kleding en in zijn hond, in de vacht van de hond dan natuurlijk, aantrof. Het is een heel bijzondere plant en we hebben er heel veel aan. Dankzij deze bij de schoenen, bij camera's, armbandjes, nou, noem het maar op. Overal zit klittenband in. En er is nog iets leuks. Je ziet vaak van die patroontjes op die bladeren. Van die grijze patronen
Het lijken wel gangetjes, wegen, soms lijkt het wel een kaart. Hier zitten ze ook. En dit is een mineermotje. En dat motje, dat heeft een eitje gelegd in het blad. Dat eitje, dat wordt een larf. En die larf, die graaft als het ware gangetjes in het blad. Nou, nauwelijks waarneembaar, zo'n klein larfje is dat met het blote oog. Zie je hem gewoon bijna niet. Maar wat je dan wel ziet, is dat hij het groene gedeelte, het bladmoes, wegeet om volgend jaar weer een mineermotje te worden. En wat resteert zijn al die grijze gangetjes. Ah, daar bent u. Ik had nog een belofte gedaan vorige week. De hut van Evert-Jan. Nou, daar komt hij hoor. Wat een verrassing. Zo'n hut. En niet zomaar een hut. Een hele speciale kijker. Ik ga even testen hoor. Even testen. Ik zie de hooglanders in de duin. Ik zie zwanen. Blauwbosje. Ik kan zelfs onder water kijken hier, deze geheime. Dit is gaaf. Hier gaan we wat mee doen, echt. Dat wat ik hier namelijk in die verrekijker zie, dat is zo mooi. Dat gaan we dus ook gewoon nu laten zien. Och jee, meteen raak. Wow. Oh, dat is een bonte specht, grote bonte specht. Ja. Oh, kijk, dan schitteren die kleuren. Kan je trouwens heel makkelijk uit elkaar houden, hè? Mannetje en vrouwtje bonte specht. Het mannetje heeft dat rode petje op. Dus dat is het verschil bij de bonte specht tussen mannetje en vrouwtje. Het mannetje, rode kappie, en het vrouwtje heeft dat niet. Dus dan weet je meteen het verschil tussen die twee. We gaan heel even kijken. Ja, schitterende beesten. Het is ook een soort wat we steeds vaker zien in Heemskerk zelf, in de wijken. Er wordt natuurlijk veel gevoerd en de bonte specht, die grote bonte specht, die heeft in de gaten dat er af en toe wel van die lekkere pinda's hangen. Dus blijf er maar lekker mee doorgaan, want het is een prachtige vogel om te zien. Ik kan hem nu gewoon zien. Prachtig. Zo, daar is hij weer. De bak van Evert-Jan, zoals die heet. Wat zullen we er eens uithalen vandaag? Er zit zo ontzettend veel in. Zullen we deze er eens bij pakken? Het ziet er een beetje luguber uit, hè? Dit is de schedel van een damhert. En wel van een hinde. Zou het namelijk van een hert zijn, dan zag je hier... En hier de rozen zitten. Nou, die zitten er niet op. Dus is het van een hinde. Uit de duinen bij Zandvoort. Hij is mooi verweerd. Dus deze is niet schoongemaakt, zeg maar. Is zo gevonden. Jong exemplaar, want de tanden die zijn nog een beetje wittig. Dus dat betekent dat ze niet veel gegeten heeft in haar leven. Zou ze heel oud zijn geworden, dan waren die tanden veel bruiner. En zo kan je aan heel veel botmateriaal wat je vindt, heel veel aflezen. En dit is leuk, dit neem ik ook mee in scholen te laten zien. Een damhert. Die kan weer terug. Hey, leuk dat u weer gekeken heeft. Ik zeg graag tot de volgende keer. En dan ben ik weer op een hele andere onverwachte plek in het mooie Heemskerk. Tot ziens.